Hallo allemaal, mijn naam is Kaan en vandaag gaan we jullie kennis laten maken met het nieuwste product van PMD, de INCMA N-Series Digital Drive. Als je vragen hebt tijdens de presentatie, schrijf dan naar de chatsectie. We beginnen de presentatie met een kort overzicht van Performance Motion Devices en zijn producten. Daarna bespreken wij wat de INCMA N-Series ION Digital Drive is, wat mogelijkheden zijn en hoe de baanbrekende voordelen u kunnen helpen bij uw volgende motion control ontwerp. Ten slotte zullen wij verschillende praktijkvoorbeelden laten zien de N-Series ions gebruiken om de besturing van verschillende soorten machines te creëren. Voordat wij ingaan op de productiedetails van de N-Series ion, laten we het even hebben over Performance Motion Devices en wat achtergrondinformatie over het bedrijf en zijn producten. Performance Motion Devices, ook wel PMD genoemd, is de leider in motion control technologie voor life science, robotica en industriële automatisering. Het motto van PMD, Motion Control at its core, weerspiegelt onze unieke en krachtige strategie om motion control IC's centraal te stellen in al onze producten, zodat ze een gemeenschappelijke bewegingstaal spreken. PMD is opgericht in 1992 en heeft zijn hoofdkantoor in Boston, Massachusetts. PMD is een ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd bedrijf en is een favoriete motion partner van de wereld toonaangevende machines OEM's. PMD maakt een breed scala aan motion control producten, van de geïntegreerde schakeling tot modules tot borden. Al deze producten ondersteunen brushless DC, DC brush en stappenmotoren en al deze producten spreken één taal, C-Motion. We hebben twee algemene groepen motion control IC's. De Juno IC's zijn toegevoegd aan koppelen en snelheidregelingen en bieden toonaangevende prestaties in één zeer kosteneffectief pakket. Magilla Motion Control IC's bieden positioneringscontrole. Ze zijn weer verkrijgbaar in versies met één en meerdere assen en zijn met succes gebruikt in duizenden verschillende toepassingen. Atlas Digital Amplifiers zijn hoogwaardige motorversterkers, zoals veel van onze producten zijn Atlas versterkers ideaal voor het creëren van ingebedde op PCB's gemonteerde besturingoplossingen. ION Digital Drives bevatten een Magellan IC met een as en voegen vervolgens ingebouwde versterking toe. Deze modules zijn perfect voor toepassingen waarbij u een kant-en-klare plug-and-play oplossing wilt. De N-Series ION, waarop deze presentatie centraal staat, is in feite het gloednieuw lid van deze zeer populaire productfamilie. Als laatste hebben we de Prodigy Motion Control Boards, die weer beginnen met een Magellan Motion IC, maar verpakt zijn in een boardformaat. Prodigy Boards zijn er in zowel PC 104 als zelfstandige formaten. Oké, met de introductie achter ons, laten we beginnen met de reden waarom ze hier vandaag zijn, namelijk kennis laten maken met N-Series ION Drive. Dus, wat is de N-Series ION? Nou, het is één, alles in één. Een zeer compacte bewegingscontroller met één as die op één printplaat is gemonteerd. Het maakt deel uit van de ION Digital Drive Family, maar gaat veel verder. Met meer vermogen, meer ingebouwde snelheid en meer netwerkconnectiviteit, ondanks deze upgrades, is het veel, veel kleiner dan de bestaande leden van de ION family. Het gebruik van de N-Series ION is heel eenvoudig. Het wordt aangedreven met een enkele spanning en vereist geen externe schakeling om te functioneren. Om het in één ontwerp te gebruiken, maakt u gewoon één verbindingsport. Dit bord verbindt
de signalen van de NCS-ion met de connectoren die zullen worden gekoppeld aan uw motor en de bewegingsaandrandtemperatuur. Laten we nu eens kijken naar enkele specifieke mogelijkheden van de NCS-ion. We beginnen met het gepanteerde ultracompacte pakketontwerp. Dit ontwerp weerspiegelt de ontbreide ervaring van PMD op het gebied van embedded motion control. De afmetingen zijn net zo klein of kleiner dan enkele verkrijgbare aandrijven op de markt met 37 bij 17 mm. En het is gemakkelijk te monteren en te koelen. Het begint met een metalen plaat en 4 montagelipjes om de unit met 4 M2.5 schroeven stevig op een warmteafvoerende oppervlak te klemmen. De bovenzijde van de unit is verbonden met de verbindingskaart via een 44-pin signaalconnector en een 7-signaal stroomconnector. 4 uitleidingspoten maken de interface compleet. Deze gesoldeerde palen geven u een ongelofelijke verbindingssterkte tussen de ion-eenheid en de gebruiksverbindingsprintplaat. Ten slotte wil ik een uniek kenmerk van de mechanische ontwerp van de NCS-ion bespreken. De nieuwe methode voor substraatmontage. Met deze montagemethode verankert de chassiswand van de machine die wordt bestuurd, de ion eenheid rechtstreeks via de 4 montagelippen en ondersteunt vervolgens de gebruikprintplaat aan de andere kant van de ion-eenheid. Je hoeft hem natuurlijk niet op deze manier te monteren. De tegenovergestelde benadering wordt componentmontage genoemd, waarbij de ion aan de bovenzijde van de PCB is gemonteerd en meestal met behulp van de luchtkoelende heatsinks. In de kern komen de belangrijkste mogelijkheden van de NCS-ion van de Magellan Motion Control IC. De Magellan IC, die in de NCS-ion wordt gebruikt, is onze snelste ooit. Met een positie- en serverloopsnelheid van 20 kHz en met nieuwe functies zoals een remsignaalingang en dubbele beaks bi-quads voor dynamische afstemmingen van de systeemrespons. Zoals altijd spreekt de Motion IC die we in de NCS-ion plaatsen, C-Motion. Onze bekroonde motion control taal, dat geldt ook voor alle PMD-producten. Dit betekent dat u uw ontwerp kunt starten met een NCS-ion en kunt migreren naar andere moduleproducten of boordproducten of zelfs producten op IC-niveau. Zonder de softwarecode die u hebt geschreven te wijzigen, de kracht van de Magellan IC gemakkelijk en toegankelijk maken is ProMotion. Onze op Windows gebaseerde ontwikkelingsomgeving. U gebruikt de Access Wizard om uw motor en afstandsapparatuur aan te sluiten en gebruikt vervolgens een autotuner om uw motor snel en gemakkelijk te laten draaien. Wat zou een motion drive zijn zonder een versterker? Wel, de state-of-the-art ingebouwde digitale versterker van de NCS-ion stelt niet teleur. Er zijn 3 vermogensniveaus, 75 watt, 350 watt en 1000 watt. Hiermee kunt u het ideale vermogensniveau voor uw toepassing selecteren. U kunt een stroomverslissende robotas aansturen met 20 continu ampere of slechts milliampère leveren, waar uitreikt nauwkeurige besturing van een microscoop-inspectiestation. En deze krachtige eenheid heeft zowel hersenen als spieren. Met de N-series ion kunt u een breed scala aan PWM-snelheden selecteren en biedt nu geavanceerde space vector PWM uitvoer en field-oriented control voor ultraspoele, ultra-efficiënte motorwerking, vooral bij hoge snelheden. Ten slotte hebben we meerdere beschermingsniveaus
in de NCS ion opgenomen om te beschermen tegen overstroom, kortsluitingen, te hoge temperatuur, over- en onderspanning, I kwadraat T, shuntregeling en plus 5 volt uitgangoverstroom. PM die introduceerde zijn eerste ion met een C-Motion engine aan boord in 2014. Het was meteen een hit. De reden is dat een C-Motion engine niet alleen bewegingscommando's in de volgorde zet of Argijse tweetellige codes voor de taal gebruikte. Het is een echte zelfstandige microprocessor die volledig onder controle van de gebruiker staat. Met deze nieuwe versie van de C-Motion engine hebben we de CPU-snelheid verhoogd, multitasking toegevoegd en zowel het gebruikersprogramma als de RAM-ruimte uitgebreid tot 256 kilobyte. Wat het allemaal betekent, is dat er maar heel weinig toepassingen zijn die u niet aankunt met C-Motion Engine. Het is een volwaardige C-taalverwerkingsmachine. Heeft veel snelheid en veel geheugen. Hiermee kan de ontwerper precies de bewegingscontrole bouwen die ze willen zonder beperkingen. Elke NCS ion wordt geleverd met een keuze uit Ethernet. RS-232, RS-485, CAN of SPI, hostverbindingsnetwerken. Maar verbindingen maken met het hostnetwerk geeft je maar de helft van het potentieel dat je nodig hebt om een volledige applicatie te bouwen. Dat is waar een werkelijke unieke en krachtige nieuwe functie binnenkomt. Genaamd uitbreidingsnetwerken. Elke NCS ion, ongeacht het type host netwerk, wordt geleverd met twee extra netwerkverbindingen, de zogenaamde uitbreidingsnetwerken. Uitbreidingsnetwerken zijn de sleutel tot het bouwen van machinesbesturingen die zelfstandig kunnen werken. En ze zijn vooral handig voor het bouwen van meerassige controllers. We zullen iets later in de presentatie verder kijken naar deze opwindende mogelijkheden, maar onthoud voor nu dat de ion units uit de N-serie, ondanks dat ze zo klein zijn, alle connectiviteitsopties hebben die je nodig hebt om elke bewegingsoplossing te creëren. Een van de snelst ontwikkelende gebieden van motion control zijn encoders. Het lijkt erop dat er elk jaar nieuwe soorten encoders en formaten worden uitgebracht. Het beheren van deze nieuwe encoderformaten is niet eenvoudig. Maar de NCS ion doet het zware werk door ondersteuning toe te voegen voor BISSC en SSI encoders en SYNCOS encoders. Vooral het SYNCOS circuit van de NCS ion is ontworpen voor maximale prestaties. Om te beginnen kan het interpoleren met een factor tot 16.384. Bovendien kan het de kwaliteit van de analoge signalen van de encoders verbeteren. Deze signalen kunnen vaak worden beïnvloed door ruis of andere verstorende factoren. De NCS ion biedt een geavanceerd correctieschema dat gebruik maakt van algoritmische aanpassingen van de binnenkomende signalen. Zoals signaalversterkingen, signaalafweerschuivingen en verschillende andere. Het resultaat is een soepelere, nauwkeurige beweging en een betere positienauwkeurigheid van de SYNCOS encoder. Oké. Nu weten wat de NCS ion kan, kunnen we ons concentreren op wat hem echt speciaal maakt. Welke functies zijn de echte doorbraken waardoor een geheel nieuwe manier van het bouwen van motion controls en het oplossen van motion control problemen mogelijk is? Misschien wel de grootste doorbraak die de NCS ion mogelijk maakt, is de mogelijkheid om
ongelooflijk snel applicatiespecifieke controlkaarten maken. In het verleden was het de enige manier om een volledige op maat gemaakte embedded motion control kaart te maken, de kaart te bouwen met component op IC-niveau. Dit is doorgaans een engineering proces van normaal 6 maanden en vereist kennis van elektrotechniek op hoog niveau. Met IONS uit dus N-Sage kan de ontwerper hetzelfde bord in weken, niet maanden, bouwen. Bekijk de borden in deze slides. Ze waren heel eenvoudig te maken omdat het verbindingsbord geen actieve component bevat. Uw ontwerp geen schema, uw ontwerp een bedragingsschema en de borden hebben geen 6 of 8 signaalrouteringslagen, ze hebben er maar 2. Ondanks hoe snel deze borden kunnen worden gemaakt, is het resultaat nog steeds een complete hoogwaardige bewegingscontroller. Dit komt omdat elke ion uit de N-series een volledig op zichzelf staande en volledige gebruiksklare motion control module is. Geef het een enkele HV-spanning en de ion doet het rest. De motor aandrijven, de encodersignalen invoeren, de applicatiecode invoeren, alles. Laten we ter illustratie eens kijken naar een concreet voorbeeld van een projectontwerp. We gaan een XYZ portaalcontroller bouwen met behulp van 2 verschillende methoden en de resultaten vergelijken. Het op de N-series ion gebaseerd bord maakt natuurlijk gebruik van 3 N-series ions. 2 van het borsteloze DC, dus brushed DC type, en 1 van de stapelmotor type. Het is op IC gebaseerd bord zal 3 MC58113 IC's van de PMD gebruiken. De MC58113 is een van de meest populaire motion control IC's die momenteel op de markt is en wordt wereldwijd in duizenden ontwerpen gebruikt. Laten we eens kijken naar de resterende ontwerpen. U ziet eerst een weergave en vervolgens afmeting voor het motion control IC board, gevolgd door het op de N-series ion gebaseerd board. Merk op dat het N-series ion board iets kleiner is. Dit komt omdat het intern components stapelt die anders zouden worden verspreid in de IC gebaseerde benadering. In termen van de ontwikkelingsprojecttijd, zoals verwacht, is de ontwerptijd ook veel, veel minder met N-series ion, 6 weken in plaats van ongeveer 6 maanden. Heeft de Motion IC aanpak voordelen? Ja, dat is zo. De productiekosten per eenheid, deze kosten bedragen ongeveer de helft van de N-series ion aanpak. Zowel de MC58113 IC als de N-series ion zijn geweldige producten. Ze hebben ook hun sterke punten, maar wat dit voorbeeld laat zien, is dat ions is uit de N-serie iets compleet nieuws bieden. De mogelijkheid om veel sneller dan ooit tevoren applicatiespecifieke controlkaarten te maken. Vergeet trouwens niet dat een hybride benadering ook mogelijk is. Het creëren van een controllerkaart met behulp van N-series ion is om vroege machineprototypes te ondersteunen en tegelijkertijd een bord te bouwen met motion control IC's voor lagere productiekosten per eenheid. Omdat ze allebei C-motion spreken, werkt code die is geschreven voor de N-series ion ook met de MC58113 IC's. Een andere baanbrekend kenmerk van de N-series ion is dat het 2 verschillende netwerkverbindingsschema's ondersteunt. Plat in hiërarchie, elk ander vergelijkbaar apparaat op de markt ondersteunt er slechts 1.
Een plat verbindingsschema betekent dat de motoraandrijvingen werken vanaf hetzelfde commandosniveau, bestuurd door een enkel hos. CNC-bewerkingsmachines zijn een klassiek voorbeeld om elke as zeer nauwkeurig moet worden gesynchroniseerd en dat allemaal parallel door een centrale controller. Maar ook andere machines volgen dit populaire verbindingsmodel, waaronder XCIZ, Podia, robotarmen, plotters en andere. Een hiërarchisch schema betekent dat er subnetwerken zijn binnen de machinebesturing. Een subnetwerk maakt niet rechtstreeks verbinding met het hostnetwerk. Zo kunnen de aandrijven met elkaar communiceren zonder het hostverkeer te beïnvloeden. Even belangrijk is dat het subnetwerk een ander protocol kan gebruiken dan het hostnetwerkprotocol. Laboratoriumautomatisering is een klassiek voorbeeld van een hiërarchisch schema. In een grote analytische machine, zoals een bloedanalysator, kunnen er in totaal 20 of 30 assen zijn. De hiërarchische benadering maakt het eenvoudig om de besturing van assen te groeperen op basis van hun functie. Op de NCS-Ion wordt het hiërarchische schema mogelijk gemaakt door het uitbreidingsnetwerken. Zoals we eerder vermelden, zijn er twee uitbreidingsaansluitingen en SPI en een CAN-netwerk. Uitbreidingsnetwerken zijn goed nieuw voor de ION-productenlijn en een van de meest opwindende en nuttige nieuwe functies. Laten we ter illustratie eens kijken naar een voorbeeld om te illustreren hoe hiërarchische controle wordt gebruikt. We willen een liquid handling platform bouwen met twee assen. De assen zijn opgedeeld in drie sub-eenheden. Een tweeassige schudder voor microplaten, een vierassige SCARA arm controller en een zesassige spuitbesturingseenheid. We zouden zeker een plat 12-assig netwerk kunnen bedraden en de host elk van de 12 assen rechtstreeks laten besturen. Maar dat zou onhandig zijn vanuit een controllerperspectief. Aangezien de functie van bijvoorbeeld de microstructuurschudder niet gerelateerd is aan de functie van de SCADA-arm. Dus in plaats daarvan gaan we de NCS-ion gebruiken, maar drie afzenderlijke controllers te bouwen. Elk op een enkele meerassige PCB. Elke besturingskaart heeft een op de host aangesloten ion die ook een as bestuurt. Bovendien zal deze host-connected ion via zijn uitbreidingsnetwerk verbinding maken met de andere assen. Door de gebruikersgegeven code wordt uitgevoerd op de met de host verbonden ion om de hostnetwerkopdrachten te ontleden en de bestuurde assen aan te sturen op basis van de ontvangen hostopdracht. Uiteindelijk is het belangrijkste voordeel van de hiërarchische netwerkverbinding de eenvoud van de besturingssoftware. Hopelijk laat dit voorbeeld zien dat wanneer het besturingsprobleem en de besturingsoplossingen op elkaar zijn afgestemd, het resultaat in een eenvoudige ontwerp en een betrouwbare machine is. Een ander baanbrekende voordeel van de 1 Series Ion is dat het de overgang van de traditionele gecentraliseerde besturingsbenadering naar het ingebedde lokale besturingsbenadering aanzienlijk vereenvoudigt. De belangrijkste voordeel van de ingebouwde besturing is een kleiner formaat, lagere kosten, verbeterde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en een vereenvoudiging van de machineinstallatie. In plaats van een machine en een doos om te installeren, installeert de klant gewoon de machine en de bedieningselementen zijn ergens in de machine ingebouwd.
overgang naar embedded controls is al geruime tijd en een langzame trend. Maar bij het maken van deze sprong moet er een prijs worden betaald in termen van ontwerp vooraf. Embedded gaan betekent over het algemene het ontwerpen van een aangepaste controlekaart om een industriële computer of PLC gebaseerde installatie te vervangen. Daarom is de NCS Ion een ideaal apparaat om deze overgang te vergemakkelijken voor bedrijven die de sprong naar embedded overwegen, maar geen ervaring hebben met het bouwen van custom boards. Vereenvoudigt de NCS Ion de taak enorm. Laten we opnieuw een voorbeeld gebruiken om te laten zien hoe het rubber de weg raakt bij het gaan van gecentraliseerde traditionele naar embedded control. Voor deze voorbeeldtoepassing gaan we een project lenen waarmee we al bekend zijn, de drieassige Grancy controller. We gaan hier veel details weglaten en een idee krijgen van de impact op de grootte van de controller en het gemak van montage. Ten eerste de PLC-oplossing. PLC's zijn een geweldige benadering voor motion control, maar uiteindelijk zijn ze er alleen in standaard vormen en maten. De grote impact voor ons zal zijn op de connectoren. PLC's gebruiken meestal jackschroevenverbindingen om te communiceren met de buitenwereld. Dit maakt het draden van de machines flexibel, maar tijdrovend en foutgevoelig. Vervolgens de NCS Ion oplossingen, zoals gewoonlijk moeten we een verbindingsport ontwerpen. Hoewel dit voor ons meer ontwerpwerk is, is het groot voordeel dat we nu de exacte combinatie van de jackschroef en kant-en-klare kabelconnectoren voor de toepassing kunnen kiezen. Dit vereenvoudigt en versnelt de montage van de machine. Als we andere aspecten van de twee oplossingen vergelijken, is het grootste verschil de grootte, het volume van de doos, de PLC's en de DIN rails is uiteindelijk ongeveer 10 keer het volume van de op de N-series Ion gebaseerde besturingskaart. Dat is een heel groot verschil en uiteindelijk wat het mogelijk maakt om de besturing in of op de machine te lokaliseren. Om dit voorbeeld af te sluiten, onthoud dat als je het hebt over de overgang van de PLC-wereld naar de embedded control-wereld, andere factoren in het beeld komen, vooral de programmeer in eertaal. PLC's worden meestal geprogrammeerd met ladderlogica, terwijl ions uit de N-serie in C-taal worden geprogrammeerd. Dat is een grote sprong voor een winkel die niet bekend is met C-taal. Uiteindelijk heeft PMD echter met veel klanten samengewerkt die de sprong hebben gemaakt van PLC of industriële computergebaseerde besturingen naar embedded besturingen. De voordelen die we keer op keer zien zijn er compacter ontwerp en betrouwbaarder ontwerpen in een eenvoudigere plaatsingen en installatie van de machine op de werklocatie. Oké, om de presentatie van vandaag af te sluiten, laten we je een paar verschillende projecten zien die NCS Ions gebruiken om verschillende motion control uitdagingen op te lossen. Deze geven je een betere idee van het gebruik van de Ion in toepassing in de echte wereld. Laten we even kijken. Ons eerste ontwerp is een controller voor een centrifuge. Dit is een relatief eenvoudig ontwerp om te bereiken met een N-series ion.
De gebruikerscode wordt in de Ion geladen en deze software coördineert de volledige functie van de centrifuge. Het indrukken van knoppen door de gebruiker, de LED-indicatie en andere perifere bedieningsfuncties. De vereiste 15 ampere drijflicht ruim binnen de huidige uitgangsvermogen van de N-Series Ion. De borsteloze DC motorbesturingsmodus is field-oriented control om ons een hoogsnelheid en efficiënte verwerking te geven. Deze applicatie laat ook de substraatmontagemethode zien, waarbij de controlkaart in de centrifuge eenheid is ingebed. Bovendien toont het de mogelijkheid van de Ion voor 100% standalone werking zonder hostcommunicatie over supervisie. We hebben dit project al in enkele van onze vorige dia's gezien. Het is een voorbeeld van een meerassige, op één bord gebaseerd controller die N-Series Ions gebruikt. Het gantry werkt als onderdeel van een grotere laboratoriumsanalyse machine en wordt aangestuurd via de Ethernet-verbinding. De Ethernet-link voert opdracht op hoog niveau uit, zoals verplaatst gantry naar locatie XYZ. Gebruikerscode die is gedownload naar de host verbonden. N-Series Ion interpreteert deze opdracht. Dit is dus een voorbeeld van de hiërarchische besturingsbenaderingen die mogelijk wordt gemaakt door de nieuwe uitbreidingsnetwerkpoort van de N-Series Ion. Daarnaast pronkt dit project met andere functies waar we het over hebben gehad, waaronder de substraatmontagemethode, de kleine omvang van de resterende controleoplossingen en de overgang naar embedded control. Deze toepassing vertegenwoordigt een brede klasse van enkelassige motorcontroles die worden gebruikt in robotverbindingen of in de mobiele toepassing zoals fabrieken, magazijnrobots. Hoewel we de oplossingsprintplaats op de robotarm hebben getoond, kan deze ook direct op de achterkant van de motor worden gemonteerd. Vertraagt het extra gewicht van het monteren van de Ion op het armhead? Zeer weinig. Het gewicht van een N-Series Ion is slechts 1,2 onces of 33 gram. Dit project pronkt met een andere functie waarover we hebben gesproken, namelijk het gebruik van het platte verbindingsarchitectuur. In deze toepassing wordt een CAN-FT hostnetwerk met hoge snelheid gebruikt om meerdere robotarmassen parallel te coördineren. En tenslotte demonstreert dit project het hoge vermogen van de Ion. Met een vermogen van meer dan 1 kW kunnen Ions uit de N-series gemakkelijk NEMA 30 motoren en zelfs de meeste NEMA 34 motoren aan. De uiteindelijke toepassing die we zullen bekijken is een beetje anders. Het belangrijkste verschil is dat de printplaat van de controller veel lokale componenten bevat. In de vorige drie applicaties waren er in principe geen andere actieve component op het controlebord dan de N-Series Ions. Dit project pronkt ook met enkele andere functies waar we het over hebben gehad, waaronder het gebruik van de SPI uitbreidingspoort, maar in dit geval gebruiken we de uitbreidingspoort niet om met de andere N-Series Ions te praten, maar om met een FPGA te praten. Deze FPGA assimileert een groot aantal digitale en analoge ingangssignalen. Meer dan 8 digitale IO's en enkele analoge ingang die de Ion van nature biedt. Dus hier gebruiken we de uitbreidingspoort als een manier om de randapparatuur uit te breiden waarmee de N-Series Ion kan praten en bedienen. Nou,
Dat maakt onze presentatie van vandaag compleet. We hopen dat u het leuk vond om meer te weten te komen over de NCSI en Digital Drive en zijn verschillende mogelijkheden. Wij nodigen u uit voor meer informatie om onze website sacaeurope.com te bezoeken of ons te bellen op +31 492 213 090. Bedankt voor het kijken en een fijne dag. Dank u wel.